Het is nog een paar dagen hard doorwerken voor Wout Bru en zijn team. Het interieur moet nog worden afgewerkt. De menukaarten zijn nog niet gedrukt, maar tegen zondag moet alles piekfijn in orde zijn. Wout Bru mag dan wel een sterrenchef zijn. De bedoeling is om het hier in Antwerpen betaalbaar te houden. We hebben de kaart al opgesteld. Heb jij je kaart gisteravond maar opgesteld? Ik heb gisteravond ook de prijs erop gezet. We zijn ook heel prijsbewust gebleven. Ik wil ook dat mensen het ook verstaan dat het kleine gerechtjes zijn. Dat is niet zeggen van ja, ik heb iets besteld van 12 euro of van 15 euro. Amai, en dat is zo klein. Nee, het is wel niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat de mensen dan 2 of 3 voorgerechtjes nemen en met een gerechtje. Het pop-up restaurant blijft 117 dagen open, daarna verdwijnt het weer. Maar het is misschien wel een eerste stap voor de sterrenchef en zijn vrouw om in Antwerpen te blijven. We geloven erin en ik denk als dit een succes wordt, waarom doen we dan niet een ander concept of later is iets anders en definitief in Antwerpen, waarom niet?